Goedemorgen kijkers van Hallo Thuis. Fijn dat jullie ook vandaag weer kijken. En hebben jullie ook de zonnebloemzaadjes gekregen? Houden jullie van zonnebloemen? Vroeger vond ik het eigenlijk hele rare grote bloemen. Maar de laatste jaren ga ik ze steeds mooier vinden. Ik vind het toch wel heel bijzonder dat juist zonnebloemen hun kopje naar de zon buigen. Ze zoeken als het ware de warmte van de zon op. Dat is toch fantastisch. Hebben jullie de zaadjes al uitgezaaid? Zo niet? Kijk dan even op de site van Hallo Thuis op het blok Natuur. Daar geeft tuinman Paul een heldere uitleg hoe de zaadjes het uit te zaaien, ze te verzorgen, zodat je over een paar maanden prachtige zonnebloemen hebt. Trouwens, kijken jullie wel eens naar het blok Natuur? Daar wordt zoveel bijzonder nieuws verteld. Bijvoorbeeld hoe je een regenton kunt aansluiten. Dan heb je altijd water om voor het sproeien van de bomen en de planten en de bloemen. Maar er is ook een video hoe eetbare insecten worden gekweekt. Durf je dat aan? Het eten van zo'n insect? Zelf weet ik het nog niet. Ik vind het nog wel een beetje griezelig. Jullie? Nieuwsgierig geworden? Dan wordt het toch vandaag weer heerlijk kijken naar Hallo Thuis. Tot morgen!